In deze video ga ik samen met u eventjes een overview geven van wat er op Saxo Investor te vinden is. In een helikoptervlucht zeg maar. We gaan niet in detail, ik heb ook andere video's voor u waarin ik wat dieper inzoom op een aantal onderdelen. Hier is het echt eventjes kijken wat er waar precies op het platform zit. Kijk eventjes met mij mee. We starten op de marktenpagina, ja, het kloppende hart natuurlijk. Van de beurzen en dus ook van Saxo Investor. Je ziet hier bovenaan de indices, de indexen in de verschillende regio's, maar ook uw persoonlijke lijstje dat u natuurlijk kan aanpassen. Meteen daaronder ziet u de ja, overzichten van wat u wenst: de best presterende, minst presterende, meest populaire aandelen van het moment in die bepaalde regio. Je ziet hier ook een aantal sectorgebonden thema's. Hè. Dus als u daarop klikt. Zullen we straks, of kan u meteen doorgaan naar de onderliggende aandelen in die sectoren? En meteen op de homepagina, uiteraard, ook het macro-economische nieuws en de bedrijfsresultaten. Zo een heel mooi overzicht van de financiële markten in één oogopslag. zeg maar. We zitten nu op de portefeuillepagina. Een mooi overzicht alweer van uw portefeuille: het vermogen dat er in zijn totaliteit op uw rekening, op deze rekening staat. De cashpositie die u heeft, het eventuele dagresultaat dat er is. U ziet hier ook mooi gesorteerd of niet gesorteerd het overzicht van de beleggingen die in uw portefeuille zitten. En als u wat dieper scrolt, ziet u ook wat extra informatie al over de samenstelling van uw portefeuille, naar gelang het type product dat u heeft, de sectoren waarin u belegd bent en de eventuele valuta, in dit geval euro-dollar, waarin u belegd bent. We gaan terug naar boven. Je ziet hier uw orders, uw resultaat, maar we gaan eventjes bovenaan blijven en we gaan op zoek naar een instrument. En hier ziet u die heel handige zoekrobot, zeg maar, om op zoek te gaan in het platform naar alle producten of heel specifieke instrumenten. U heeft ook de mogelijkheid om uw watchlist, de favoriete lijstjes zeg maar, en zo zijn er mogelijk een heel aantal, die u heeft aangemaakt of toch wil aanmaken, om die te volgen op het platform. Als we met u willen communiceren, als er belangrijke berichten zijn, ja, houd toch regelmatig hier dat envelopje in het oog, want daar komen dan notificaties. Nu zijn er nog geen, maar we zullen er mogelijk wel hebben voor u op het platform. En dan tot slot hier rechtsbovenaan, ja, ook wel bekend denk ik voor u als gebruiker van het online platform, het poppetje waaronder een aantal belangrijke settings, een aantal belangrijke instellingen kunnen worden aangepast voor uw rekening, overzichten kunnen worden teruggevonden, zelfs een log van uw activiteiten op het platform ook niet onbelangrijk, zeer handig, corporate actions, dus ja, dividenden bijvoorbeeld enzovoort, die overzichtelijk voor u eh, beschikbaar zijn en natuurlijk de mogelijkheid om uit te loggen. Zo, so, dit is ja, in essentie eigenlijk de structuur van uw Saxo Investor platform.